In dit park en in het ziekenhuis organiseert het Erasmus MC op zaterdag 15 september de Nationale Traumadag. Iedereen kan dan een kijkje komen nemen bij hulpdiensten die bij een ongeval in actie komen. De traumaheli is er, maar ook de brandweer, de politie en de ambulance. Een van de organisatoren is traumachirurg Mark van Vledder. Vandaag werkt hij op de OK. Mark, wat kunnen bezoekers zien en doen op die dag? Nou, de bedoeling van de Nationale Traumadag is om mensen die dag bezoeken alles te laten zien wat met de zorg voor gewonde patiënten te maken heeft. En dat betekent dat we zowel een buiten- als een binnenprogramma hebben. Buiten kunnen mensen alle hulpdiensten bekijken die bij de zorg voor ongevalslachtoffers betrokken zijn. Dat zal op het museumpark zijn. En binnen hebben we een heel programma ingericht waar we alles laten zien wat in het ziekenhuis gebeurt met gewonde patiënten. En wat kunnen ze dan precies doen in het ziekenhuis? Nou, we willen mensen zoveel mogelijk laten ervaren wat hier gebeurt. Dus we hebben een programma gemaakt dat voor alle leeftijden leuk is. Dat betekent dat er voor kinderen van alles te doen is. Ze kunnen bijvoorbeeld hun arm in het gips laten zetten of zich door een lotuspatiënt laten schminken alsof ze zelf een wondje op hun arm of op hun hoofd hebben. Een wondverzorgingsdiploma halen. Maar ook voor de wat oudere mensen is er van alles te doen. Zo kun je bijvoorbeeld bij de stand van de traumachirurgie zien hoe het is en zelf ervaren hoe het is om een botbreuk te behandelen met een plaat en schroeven. Je kunt een virtual reality tour over de intensive care volgen. En zo proberen we het programma voor alle leeftijden zo leuk mogelijk te maken. Heb je ook een vraag aan Mark of aan een andere hulpverlener? Kom dan naar de Traumadag. Meer info staat op www.erasmusmc.nl/traumadag2018.